Donderdagavond 13 april traden zo'n 65 leerlingen van het Zuiderzee College op in het Zaantheater. De show Zuiderzee On Stage liet het beste zien van wat deze VMBO'ers in huis hebben op het gebied van muziek, dans en theatervormer. Aan de totstandkoming van het programma werkte Theatermijn en Fluxus mee. Goeiedag, we hebben hier te maken met... Elvira Schaar, ik ben docent tekenen en kunstvakken van het Zuiderzee College in Zaandam. En wat is jouw rol in deze avond? Ik coördineer samen met mevrouw Lamberts het gebeuren eigenlijk wat op het podium staat. Ik ben hoofdverantwoordelijk voor de requisieten. En de modeshow is een stukje van wat mijn onderdeel eigenlijk is. Waarom doe je hier eigenlijk aan mee? Ja, waarom doe ik hier aan mee? Omdat ik het gewoon super leuk vind. Ik vind het leuk om leerlingen super enthousiast te zien. Om hun eigen talent te laten zien op wat voor manier dan ook. En dat is toch wel het belangrijkste hier. Waar het eigenlijk om gaat. Ja, er zijn hele bijzondere acts die we hebben. De Blacklight is wel een hoogtepunt, vind ik. Dat is echt wel de begin van deze show. En dat is echt wel een iets wat nieuw is voor ons. Dus daar kijken we toch wel heel erg naar uit. Maar ik vind dat alles eigenlijk geweldig is. Ik bedoel, we hebben fantastische zangers en zangeressen. Goed schimmerspel. We hebben fantastische lopers. Die meiden hebben er echt heel veel tijd ook nog ingestoken in alles. Dus eigenlijk is het gewoon één... fantastische avond met fantastische talenten. Wat is nou het leukste van deze avond en waarom bestaat die eigenlijk? Nou, we willen eigenlijk alle talent dat in de leerlingen zit prikkelen en naar boven halen. Sommige leerlingen die weten nog niet dat ze bepaalde talenten bezitten. En door zo'n avond te organiseren waar ze in het begin heel erg tegenaan kijken, bijvoorbeeld schimmerspel, want dan zijn we niet in beeld. Blacklight, dan zijn we niet in beeld. En achteraf, als ze het gedaan hebben, zoals we vorig jaar ook het schimmerspel hadden, zijn ze razend enthousiast. En dan vinden ze het alleen maar leuk van, gaan we het nog een keer doen? Zo, wat vonden jullie van de avond? Het was super chaotisch, maar het was echt super leuk. Dit is denk ik wel een van onze beste performances. Met z'n drieën. Ja? Ja. Gaan jullie dat vaker doen met z'n drieën zingen? We zitten nog bij elkaar op zangles. Wie weet, we weten het nog niet, maar wie weet. Wat merkt u bij de leerling dat ze het echt het leukste vinden om te doen in zo'n avond? Is dat het schimmerspel, Blacklight of dat is iets anders? Nou, dat is verschillend. Ik denk, ieder heeft zijn eigen ding waar hij... Wat hij het leukste vindt. Waar ik wel heel veel, plezier aan beleef. Dat zijn met name ook de zangers. Die ik in de loop van de jaren, want die treden nu al voor meerdere keren op. Heb zien groeien en dat zijn ware artiesten geworden. Dus dat is wel, daar ben ik wel heel trots op. Wat vond u ervan? Geweldig, ze hebben het allemaal helemaal perfect gedaan. Wat was de rol van uw dochterzoon? Streetdance. Ik ben trots. Ja, zeker weten. Die meiden hebben goed geoefend bij Patrick. En ja, ze hebben gewoon echt naar hun zin gehad. En dat is het belangrijkste. Wat vond jullie van de avond? Ik vond het heel goed. Ze hebben het allemaal heel goed gedaan hoor. Ja? Echt, we zijn trots op. Ja, superleuk. Ja? Dus we zouden nog een keer bij haar komen kijken. Wat was haar rol? Danseres. Nee. Modeshow. Oh, modeshow. In de air. Het lijkt zo op dans. Wilt ze ook iets in de mode doen, weet je dat? Ze wil kapster worden. Light is in the air, find us over there. Let me see Karen, it feels like magic. Like magic. Looking at this crowd, that's all we found. Love is all around and it feels like magic. Like magic. Magic.